Wim de Boer van de PvdB, de grootste Tielse partij, kwadrant. Daar gaat een streep doorheen als het gaat over de mogelijke komst van een polenhotel. Twee opmerkingen erop. Niet gaat, daar is een streep doorheen. Dus dat is definitief. En het woord polenhotel vind ik dan niet chic genoeg. Laat het gewoon centralisatie arbeidsmigrant houden. Goed, maar goed, daar gaat dus een streep doorheen. Waarom? Die locatie is gewoon niet geschikt voor dusdanige grote huisvesting van centralisatie arbeidsmigranten. Het advies wat wij ook vorige week gekregen hebben op een locatie in Waalwijk, dat het niet in een woonwijk hoort, of niet in een woonwijk te doen, maar meer richting bedrijventerrein, wat dichter bij het werk, wel toegankelijk naar een binnenstad of naar een centrum, winkels en dergelijke. Dus ja, wat dat betreft valt deze mogelijke locatie gewoon af. De burgemeester had een pleidooi, een lang pleidooi, om het toch nog maar mogelijk te houden, eventueel, hè, omdat er nog niet gekeken is of het daadwerkelijk kan of niet. De raad heeft dat niet gesteund. Was die niet blij mee? Nee, maar of die daar niet blij mee is. Kijk, wij hebben natuurlijk als raad de verantwoordelijkheid over de stad en over de begroting en dergelijk. Ook over dit soort onderwerpen. En natuurlijk snap ik zijn reactie. Kijk, dat proces is nog niet eens aan de gang geweest. Dus hij pleitte natuurlijk om het proces daadwerkelijk gewoon op te starten. Niet met de toezegging dat het er komt, maar je moet wel een goed proces houden. Maar wij zijn gewoon van mening, die participatieproces, dat communicatieproces, is dusdanig verstoord. Ja, dat gaat gewoon niet meer werken. Je krijgt daar nooit meer draagkracht voor. In 2018 is dat op gang gezet, hè, om arbeidsmigranten uit huizen te krijgen, uit de straten. En dat in te wisselen voor één groot complex. Nu zitten we in 2021 en de situatie is eigenlijk anders dan toen. Is het spreekwoord beter ten halve keer dan ten hele gedwaald van toepassing? Nou ja, je moet ook eerlijk zijn. Je moet ook kijken, in 2018 is het inderdaad een andere situatie als nu. Dan moet je ook realistisch zijn. Dan moet je gewoon kijken, zeg, joh, kunnen we de kaders niet wat aanpassen? En gewoon de visie verder leggen en kijken wat wel mogelijk is. Andere locaties, ja, nogmaals, dat wat ik net ook al zei. 2021, de tijden zijn veranderd. We moeten ook meegaan. En dan moet je ook mee kunnen gaan. Maar dat betekent wel dat zo'n meneer Van Doorn, hè, VDU waar we over spreken, dat die zijn mensen die arbeidsmigranten in de huizen laat wonen die er nu zijn. Dat zijn er geloof ik een stuk of 70, 80. Dat blijft dus zo, die situatie. Dus de oorspronkelijke vraag van de mensen uit de stad halen en centraal vestigen, dat is voorlopig van de baan. Ja, het proces duurt nog wat langer. Ja, dat is helaas niet anders. Maar er zal nu gekeken worden naar een andere locatie. We willen het proces ook niet uitstellen. Dus dat proces gaat gewoon verder. Dus in principe wordt er nu gekeken naar een andere locatie. Om wel die doelstelling te bereiken. Om die huizen weer terug te krijgen. Erik Henning van D66. Het is me toch wat, hè, met die Avri. Nou ja, dat is inderdaad. De GR is natuurlijk niet wat we hebben willen. Waar draait het precies om? Gemeente Tiel heeft nu gezegd als raad, gevoltallige raad, tot zover en niet verder. Wat is er precies aan de hand? We hebben een rapport gekregen. Dat is opgesteld naar aanleiding van wat problemen rond de oude Startberg, zeg maar, waar nu de zonnepanelen op liggen. Naar aanleiding daarvan is er een rapport opgesteld en die ligt er eigenlijk niet om dat het DB eigenlijk niet goed functioneert. Ja, DB is het dagelijks bestuur en ging om een bedrag van 10 miljoen, meen ik, hè? Ja, en nogmaals, maar dat heeft meer te maken met de technische rekenrentes en dat soort dingen. Wat ons als raad enorm steekt is dat het DB, dus het dagelijks bestuur, onze wethouder die niet in dat DB zit, niet goed heeft geïnformeerd en daarmee de raad zeg maar, ook op achterstand heeft gezet. Want wij zijn afhankelijk van onze wethouder voor die communicatie met dat dagelijks bestuur. Even nog voor de duidelijkheid. Avri is een gemeenschappelijke regeling. Ja. 7 gemeentes of 8 gemeentes zijn er geloof ik deel van. Hè? Dus Tiel is daar één van. Ja, en dan moet je de Avri nog even in tweeën hakken. Het is een gemeenschappelijke regeling van 8 gemeentes wat betreft afvalverwerking. Dus het ophalen van de afval en het verzorgen van de afvoer daarvan. En er zijn ook nog gemeentes zoals wij, die ook nog andere diensten van de AVI afnemen. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat echt om die gemeenschappelijke regeling die we hebben voor het verzorgen van het afval. Goed, nou dat dagelijks bestuur. Meneer Reus is de voorzitter daarvan. De wethouder uit Culemborg. Wethouder uit Neder-Betuwe en nog een meneer, weet ik nog ineens zo uit mijn hoofd. Ze moeten naar huis. Nou ja, wij vinden dat ze inderdaad gefaald hebben. Dat geeft het rapport ook aan.
persoonlijk, als ik in zo'n DB had gezeten, was ik ondertussen opgestapt. Want dit had ik niet. Dit is geen rapport waar je even omheen kan. En daar is de Raad van Gemeente Tiel dus erg boos over. En vandaar dat er twee moties zijn aangenomen. Eén daarvan die zegt van ja, dat DB moet eigenlijk dus weg. Dus wethouder vraagt er maar om. Dat is natuurlijk wel een lastige, want ja, hij kan er wel om vragen, maar het is een regeling van 8 gemeentes, dus er zitten 8 wethouders die erover gaan. Wij zijn toevallig nu als eerste aan de beurt met die moties en met de behandeling van dit rapport. Dus ja, of daar morgen al wat meteen in gaat gebeuren, is zeer te betwijfelen. Maar er zijn zat andere mensen of andere gemeenten die in dit geval ook mede opstellers zijn van deze moties. En de kans is dat er meerdere gemeenten straks gaan zeggen van DB, dit was niet goed, doe het eens anders. Of ga weg en zorg dat er andere wethouders op die plaats komen te zitten. Dat is één. Daarnaast is er gezegd dat we dus als raden met elkaar, als van de regio, dus van de 8 gemeenten, dat we als raden bij de koppen bij elkaar moeten steken. Hoe nu verder? Blij dat Tiel als één stem gesproken heeft? Ja, dat is natuurlijk gewoon heel erg fijn. Ook wel heel fijn voor onze wethouder, die toch wel in de spagaat staat. Ik hoop echt dat hij dat als ondersteuning heeft gezien. De meeste, en ik zelf ook, heb toch wel aangegeven dat wij ons daar zorgen over maken. Want het is geen makkelijke taak. Het is een moeilijk te besturen geheel. Waar we erg veel problemen mee hebben, is natuurlijk inderdaad dat dit allemaal zo op afstand staat. De raden willen voor dit soort dingen die snel veranderen. Want nogmaals, de manier waarop je afval ophaalt, de manier waarop de grondstoffen verwerkt worden, wat je daarvoor gaat krijgen, dat wordt eigenlijk van maand tot maand wordt dat anders. Daar moet je snel op kunnen reageren. En daar hebben we als raden dus, omdat het dus via de wethouder gaat, via zo'n algemeen bestuur, naar een dagelijks bestuur, en dan moet de directeur van de AVRI dat nog een keertje gaan uitvoeren. Dat is gewoon geen manier van sturen. Nee, dat is nog langzamer dan stroop. Ja, de ambtelijke molens enzovoorts die langzaam draaien. Ja, deze dus veel langzamer dan die molens die er op die berg staan. Meneer Henning, nog even tot slot. Stel je voor dat die motie dus en andere gemeentes ook wordt aangenomen. Ja, dan moeten die mensen weg. Dat is tot de verkiezingen volgend jaar misschien nog een paar maanden verder. En dan? Ja, nee, nogmaals, omdat we dat is één motie. Om een duidelijk signaal af te geven van dagelijks bestuur. Jullie hebben niet gedaan wat er van jullie verwacht mag worden. Jullie hebben gewoon gefaald. En jullie hebben ons niet goed geïnformeerd. En dat is politiek altijd een doodsvonnis in mijn optiek. De andere motie is inderdaad dat we met de regio als raden bij elkaar gaan en zeggen van, maar hoe nu verder? En dat je daarbij als raden dus twee dingen gaat stellen van, oké, wat kunnen wij daaraan doen? Maar ook wat is er wettelijk mogelijk? Want er is een wet op de gemeenschappelijke regelingen. Wij kunnen dat niet zomaar zelf invullen. De laatste wet is wijziging is geloof ik van 4 jaar geleden, 3 of 4 jaar geleden. En we hebben er dus bij elkaar geloof ik iets van 4, 5 wijzigingen van die wet al gehad. En wij merken dus dat het voor dit soort instituten als de AVRI dus niet werkt. Dit zou kortere lijnen moeten hebben, dit zouden we anders moeten besturen. Wat daar mogelijk is, dat wordt lastiger. Dat hebben we voor de verkiezingen van volgend jaar niet opgelost. Joost Reus, voorzitter van het dagelijks bestuur van de AVRI, die heeft namens Tiel een bittere pil te slikken. Oftewel, hij moet wegwezen. Waarom? Ja, dat hij een bittere pil heeft te slikken. Kijk, hij is voorzitter. Hij heeft de pech dat hij voorzitter is van dagelijks bestuur. Kijk, maar dat gaat niet om de persoon, de heer Reus. Maar het gaat gewoon om het feit van hoe de gang van zaken is gegaan. En eerlijk gezegd, als ik voorzitter van het dagelijks bestuur was geweest, had ik hier niet eens op gewacht. Dan had ik gewoon gezegd, oké, het is niet aan mij, aan ons, aan het dagelijks bestuur. Dan had ik gezegd, wij treden gewoon af. Ja, luister, als dit in het bedrijfsleven, als dit gebeurt, ja, dan weet je hoe de vlag erbij hangt. Als het bij een sportgebeuren gebeurt, dan weet je hoe de vlag erbij hangt. Dus hij moet ook de spiegel voorhouden en zeggen van, dit hebben wij niet goed gedaan. Meerdere malen geen communicatie. Ja, game over. Maar goed, even verder kijken. Het is voor een aantal maanden dat er dan eventueel een nieuw bestuur zou moeten komen. Het is toch alleen maar een verhaal voor de bühne. Nee, ja, goed, je maakt ook een duidelijk signaal. Het is niet alleen voor de bühne. Je geeft een duidelijk signaal af dat het zo niet verder kan. En wellicht moet ook die gemeenschappelijke regeling, dan moet je misschien naar kijken van, is het anno 2021 nog wel van deze tijd hoe deze regeling is? Daar zul je ook naar moeten kijken. Maar gewoon dat het handelen van het dagelijks bestuur gewoon niet goed is geweest, ja, dat is heel duidelijk. Overlast bij het zwembad, en dat is vervelend.
Ja, vervelend is nog zacht uitgedrukt. Het is natuurlijk onacceptabel dat een paar jongens tussen de 10 en 14 de zaak travestieren. Het zwemplezier van anderen verpesten, het personeel lastigvallen. Dat is echt serieus. Dus daar moet er gewoon een eind aan gemaakt worden. En dat, daar hebben we goede afspraken over gemaakt met het zwembad. Het zwembad was daar al mee bezig, ook met ontzeggingen voor de toegang. We zetten er extra beveiliging op. We hebben voor het zwembad zelf ook camerabeelden als dat nodig is. Buitenruimte gaan we extra handhaving doen en zorgen dat het groen laag blijft. Wat maatregelen ten aanzien van het parkeerterrein. En wat belangrijk is, dat het zwembad gaat het protocol aanpassen vanaf maandag. Dus minder lang waarschuwen. Meteen ingrijpen als er iets aan de hand is. Met hulp van extra beveiliging die we gaan inzetten vanaf maandag. En wat belangrijk is, en dat vond ik zelf al een principieel punt, dat de goeden niet moeten lijden onder de slechte. Ja, stevige maatregelen, dat is helder. Laten we het eens bij het beestje bij de naam noemen. Om wat voor soort mensen gaat het, kinderen? Ja, het gaat over kinderen, jongens tussen de 10 en 14 jaar uit Tiel. En ja, wat ik echt principieel belangrijk vind, is dat nu is tijdelijk voor gekozen om alleen gezinszwemmen toe te staan. Dus dan moeten jongeren met onder de 18 met een ouder iemand komen. Nou ja, dat vind ik, en dat de deeltwethouder Kreuken met mij, die voor het zwembad verantwoordelijk is, als portefeuillehouder, dat we dat niet moeten willen, want dan gaan de goede lijden onder de kwade. En zeker nu met de herfstvakantie wil je gewoon dat jongeren, want de meeste jongeren die gedragen zich wel natuurlijk heel fatsoenlijk, dat die gewoon vrij kunnen gaan zwemmen en niet met hun moeder naar het zwembad toe moeten. In de raad werd ook, gesproken over de ouders. Spreek die aan. Hoe is dat gegaan tot nu toe? Ja, die worden voor zover mogelijk aangesproken. Die jongens die dus een gebiedsontzegging of een ontzegging van het gebouw hebben gehad, daar worden de ouders ook over geïnformeerd. Maar daar gaan we ook een tandje in bijzetten. Dus omdat we nu ook registratie gaan invoeren. Dus jongeren vanaf 14 moeten hun ID laten zien. En kinderen tot en met 13 die nog geen verplichte ID hebben. Daar verwachten we wel dat de ouders zich melden op het moment dat die kinderen gaan zwemmen. Zodat we een adres hebben of een telefoonnummer waar we contact mee op kunnen nemen op het moment dat het niet goed gaat. Andere zaak in Tiel gaat over veiligheid. Straatraces waarover gesproken wordt, dat in de stad regelmatig gebeurt. Hoe ernstig is die situatie? Nou ja, kijk, elke auto die met idiote snelheid door de stad vergeurt is één te veel. Ik constateer zelf ook dat regelmatig nu voorkomt. Nou ja, dat kan levensgevaarlijke situaties met zich meebrengen. Dat willen we natuurlijk absoluut niet. Dus terecht dat die vraag gesteld is en wij, wethouder Groen vanuit verkeer en ik vanuit veiligheid gaan daarmee aan de slag. Om te kijken hoe we dat kunnen tackelen, natuurlijk samen met de politie vanzelfsprekend.